Ik trakteer natuurlijk altijd voor zoetigheid. De tip voor Twan. Het leukste onderdeel van het programma. Ken jij dit? Ken jij dit? Ken jij dit nog? Kun je dit herinneren? Ja. Yes. Zo'n sterk intro. Dat heb ik nu een week lang in mijn hoofd, dankzij jou weer. Nou, maar kijk, Shanice is een groot hit in 1991. Dat blijft steken en dat blijft hangen. Het mooie van muziek is dat je gewoon heel veel inspiratie kan putten uit wat iemand daarvoor gedaan heeft. Dat heeft Chris Brown gedaan. En Chris Brown heeft dit ermee gedaan. De plaat is, hij is geproduceerd door Scott Storch, een van de grootste producers ever. Maar ook een goede vriend van mij, Everdon, Vincent van den Ende. Ik had hem opgezocht in... Vincent van den Ende, zoon van. Hey. Ja, is een topgozer. Dit is echt een hele hardwerkende dude. Die strijdt gewoon, die heeft zoveel passie. Ja. Ik heb vorig jaar alleen nog met hem gezeten. En we gaan nog veel van deze man horen. Heel veel liefde voor hem. Chris Brown, dankjewel voor de tip. Fernando.